Goedenavond, jongens en meisjes, dames en heren. Hartelijk welkom bij deze eerste livestream voor ouders en kinderen van het Sophia Kinderziekenhuis. Met excuus voor enige vertraging door wat technische ongemakken, maar we zijn er allemaal. Mijn naam is Marielle Kroon, ik ben hoofdcommunicatie hier van het Sophia Kinderziekenhuis en het Erasmus MC. En er zijn hier 6 dokters en een psycholoog en die hebben een uur de tijd om al jullie vragen te beantwoorden. Ik ga ze zo meteen aan jullie voorstellen. We willen jullie overigens bedanken voor alle vragen die er gekomen zijn per e-mail. Het zijn er een heleboel. We gaan er straks snel doorheen in de hoop dat we ze allemaal kunnen beantwoorden. Voordat we dat gaan doen, wil ik graag het woord geven aan Joke Boonstra. Zij zit in de raad van bestuur van ons ziekenhuis en zij wil heel graag het woord tot jullie richten. Joke. Bij deze livestream van het Erasmus MC die we organiseren met steun van de Patiëntenfederatie. Het is voor ons een beetje bijzonder, want wij praten tegen een lege zaal. Een lege collegezaal waar normaal heel veel mensen zitten. En we hadden jullie natuurlijk liever live gezien. Maar we weten dat achter die camera's waar wij nu voor kijken een heleboel van jullie thuis zitten. Ouders en kinderen samen waarschijnlijk met een heleboel vragen over corona en de ziekte die je daarvan kunt krijgen. Dus heel fijn dat jullie aansluiten. Wij zijn stiekem ook wel een beetje trots. Want een tijdje geleden kregen we het idee om dit te organiseren, deze livestream voor jullie. En we hebben op voorhand al zoveel positieve reacties gehad en toen hadden we nog niet eens iets gedaan. Dus daar zijn we heel blij mee. En we zien ook dat het nuttig is om dit te organiseren, want er zijn ontzettend veel goede vragen binnengekomen. En we gaan proberen ze allemaal te beantwoorden, we weten niet of dat lukt. Het is een bijzondere tijd voor jullie. Thuis blijven, thuis werken als ouders, misschien af en toe weer naar school, je vrienden niet zien, ook ongerust over wat dit betekent en hoe lang het allemaal nog gaat duren. En ik moet eerlijk zeggen dat het voor ons als ziekenhuis ook een bijzondere tijd is. Wij hebben ook te maken met een virus wat we nog helemaal niet kenden. We hebben te maken met een ziekte die nieuw is voor ons. En wij leren daar nog iedere dag over. In het Erasmus MC behandelen we mensen, maar doen we ook heel veel onderzoek. Om te kijken hoe we dat virus beter kunnen leren kennen, hoe het zich gedraagt, maar ook wat het doet met patiënten. Dus het is voor ons best spannend geweest ook de afgelopen tijd. Nu zien we minder patiënten in het ziekenhuis. En wat wij nu heel belangrijk vinden is dat we ook de patiënten die geen corona hebben, maar andere ziektes, ook weer zo goed als mogelijk kunnen helpen in het ziekenhuis. En dat is best spannend, want dat moet ook op 1,5 meter. Dus daar zijn we nu het hele ziekenhuis op aan het inrichten. Dat vraagt veel van dokters, van verpleegkundigen en ook van patiënten. Maar ik vind het wel belangrijk, en dat geldt ook voor jullie als je wel naar het ziekenhuis zou moeten komen, om daarbij te zeggen dat het ziekenhuis veilig is. Het is veilig om hier te komen. Ook al behandelen wij patiënten met corona, je kunt hier veilig komen door alle maatregelen die we hebben genomen. En ook doordat we, als je hier zou moeten komen, je eerst een paar vragen stellen. Of je wel gezond genoeg bent bijvoorbeeld, of je geen klachten hebt die bij corona horen. Dus zo proberen we ook de toekomst van het ziekenhuis vorm te geven in een 1,5 meter samenleving. Dus het is een bijzondere tijd voor ons allemaal en daarom extra goed om bij al die vragen stil te staan. Dus ik denk dat het verstandigst is dat ik zo snel mogelijk het woord geef aan de experts die hier achter de tafel zitten. Dankjewel Joke. Dan gaan we nu de dokters voorstellen. Annemarie van Rossum, zou jij willen vertellen wat je doet, wat je functie is in het Sophia Kinderziekenhuis? Nog even wennen aan de microfoon. Ik ben Annemarie van Rossum en ik ben kinderarts, infectioloog, immunoloog. Dokter Pieter Vrij. Pieter Vrij, ook kinderarts, infectioloog, immunoloog. En daarnaast werk ik op de afdeling virologie. Dokter Erika van der Akker. Erika van den Akker, kinderarts endocrinoloog. Dat is gespecialiseerd in hormoonziektes in dit ziekenhuis. En Annemiek van der Eijk, bekend van het Jeugdjournaal. Ik ben Annemiek van der Eijk. Ik ben arts microbioloog, viroloog en werk op de afdeling Viroscience in het Erasmus MC. Dankjewel. Marielle van Pijnenburg. Ik ben Marielle Pijnenburg. Ik ben kinderlongarts hier in het Sophia Kinderziekenhuis. Rinse Neuteboom. Ja, goeiedag. Ik ben Rins Neuteboom. Ik ben neuroloog, kinderneuroloog en ik werk hier ook in het Sophia Kinderziekenhuis. Dokter Wim Helbing.
Hallo allemaal, ik ben Wim Helbing, ik ben kindercardioloog. Wat wil zeggen dat ik kinderen behandel met een ziekte aan hun hart. Dankjewel. En de psycholoog, Josette. Hallo, ik ben Josette Versteeg, klinisch psycholoog en psychotherapeut, werkzaam in het Sophia bij de psychosociale zorg. Dank jullie wel. Goed, dan beginnen we met een algemene vraag en die wil ik stellen aan jou, Pieter. Vanmorgen op het journaal en bij de NOS lazen we dat 55.000 kinderen deze week niet naar school zijn gegaan, terwijl deze week de scholen weer open gingen. Ik vond dat wel een heel groot aantal eigenlijk. Pieter, wat vind je daarvan? Ja, het is een heel groot aantal, dat ben ik met je eens. Ik moet wel even wennen in deze lege zaal, maar ik doe mijn best. Ik denk dat ik het ook wel snap. Ik denk dat mensen ook moeten wennen aan het idee. Hè? We zijn alles aan het heruitvinden. Ik zou persoonlijk mijn kinderen ook het liefst in een doosje willen doen. En dat kan niet, want ze moeten ook uitvliegen. En ik denk dat het heel belangrijk is om je te bedenken, en het is ook aan ons vanavond om mensen uit te leggen waarom wij denken dat het wel kan, waarom wij denken dat het veilig is. Dat moeten we mensen ook goed vertellen, want het is niet eerlijk om te zeggen, doe het nou maar als je bezorgde ouder bent. Wij moeten mensen daarvan van overtuigen. Ik denk aan de andere kant dat het ook belangrijk is om je te realiseren dat dit hoogstwaarschijnlijk niet een probleem is dat volgende week vrijdag opgelost is. Dit gaat denk ik een probleem zijn dat nog lang bij ons blijft. En dan zullen we door moeten in al deze nare tijden, hoe het ook niet anders is. En ik denk echt, maar dat gaan we nog veel meer uitleggen straks aan jullie, dat het veilig kan. Maar dat het ook niet goed is om kinderen zo lang thuis te houden op de lange termijn. Waarom niet? Nou, gelukkig hebben we een psycholoog die straks nog veel meer uit gaat leggen daarover. Er zijn meerdere dingen. Ik denk dat het heel belangrijk is. Kinderen zijn ontwikkeling. Kinderen hebben ook sociale traits leer je. Doe je sociale traits, is een verkeerd woord. Dus je leert met elkaar omgaan, dat is heel belangrijk. Je bent op dit moment ook heel gevoelig om dingen goed te kunnen leren. En het is zo en zo dat als je kinderen thuis laat op de lange termijn, dat dat niet goed is voor je ontwikkeling. Maar nogmaals, we hebben een expert en laten we vooral bij de experts blijven. Die gaat daar straks vast iets over zeggen. Maar je zei net wel, het gaat waarschijnlijk heel erg lang duren. Waarom denk je dat? Dat denk ik. Vooropstellende dat we nog niet alles weten. Dus ook wij moeten een stuk bedenken wat er gaat gebeuren. We moeten een soort voorspellers zijn. Dat is soms lastig. Maar wat we van andere virussen weten, weten we, het gaat waarschijnlijk ook voor dit virus gelden. Dit virus gaat niet zomaar vanzelf weg. Dat is niet poef ineens over. Het zou hartstikke mooi zijn als dat gebeurt, maar die kans is bijna nul. Het virus is overal, gaat weer terugkomen. En we moeten wachten op een vaccin. En dat vaccin is er echt niet van vandaag op morgen. En als we luisteren naar belangrijke mensen die daar veel van weten, bijvoorbeeld van de Europese groep mensen die zich daarmee bezighoudt om vaccins goed te keuren, dan is het minimaal een jaar voordat er een vaccin is, als we dat al gaan halen. Dus hou er rekening mee dat dit echt nog lang gaat duren. Dus je bedoelt eigenlijk dat als ouders hun kind nu thuis houden, dat misschien wel heel lang zou moeten duren als je dat zou doortrekken. Ja, daar heb je gelijk in. En ik denk ook dat het goed is om te bedenken dat we nu juist in een periode weer zijn waarbij het allemaal wat rustiger is. Hè? Dus dit is een toch ten opzichte van wat we eerder hadden, een even wat veiliger moment. Ik geef ook toe dat misschien kan er nog wat veranderen als er in de winter, laten we hopen dat het niet zo is, ineens weer een hele grote uitbraak is. Maar zover is dat niet zo, dus de risico's zijn te overzien. En ja, ik denk ook echt dat dit niet over is in een week of een maand. Dit gaat veel langer duren. Okay. Tenminste, daar ben ik bang voor, laten we het zo zeggen. Dankjewel. Is bekend, is een algemene eerste vraag, is het bekend hoeveel kinderen in Nederland het coronavirus hebben gehad? Wil jij die beantwoorden, Annemarie? Ja, zeker. Want ja, dat is bekend. Natuurlijk heel precies. We weten met name wie er allemaal getest zijn en positief getest zijn. En dan heb ik eigenlijk wel echt heel goed nieuws. We hebben cijfers vanuit het RIVM en vanuit de laatste cijfers, die heb ik even voor jullie opgezocht. Dan weten we dat er ongeveer iets meer dan 41.000 mensen in totaal positief getest zijn op corona in Nederland. 600 daarvan waren kinderen. Dus minder dan 1%. En dan als je dan ook nog gaat kijken, tot de leeftijd van 14 jaar komt het helemaal weinig voor. Dan waren het er maar 200. En 400 van die 600 waren van 14 tot 19 jaar. Dus echt maar heel weinig kinderen die positief waren. Als je dan gaat kijken hoeveel kinderen waren opgenomen in het ziekenhuis, die ernstiger ziek waren waarschijnlijk, dan zijn het er nog veel minder. Het waren maar 70.
Dus in die hele groep van 0 tot 19 zijn maar 70 kinderen in heel Nederland opgenomen geweest door corona. En hoe is het met de kinderen gegaan? Er is geen enkel kind overleden. Dus alle kinderen zijn op dit moment of weer thuis of ze zijn nog in het ziekenhuis. Maar er is geen enkel kind overleden. Oké, ik denk dat dat heel geruststellende informatie is. Dan heb ik hier een vraag. De coronagevallen, stel dat er een kind corona krijgt met een hart- of een longafwijking. Zijn die al opgetreden en wat was daarbij het ziekteverloop? Marielle. Ja, dat is een hele goede vraag. Corona is natuurlijk een virus wat met name de longen aantast. Dus toen het coronavirus in Nederland kwam, waren wij ook heel bang dat dat tot veel longproblemen zou gaan leiden bij de kinderen die al bekend zijn met een longziekte. En eigenlijk een beetje tot onze verrassing is dat niet gebeurd. Wat Annemarie net ook al zei, de kinderen met een longziekte lijken niet vatbaarder voor een corona-infectie. En als ze coronavirus krijgen, worden ze er ook niet zieker van dan andere kinderen. Dus eigenlijk kan ik daar ook heel geruststellend in zijn. En dat zijn eigenlijk ook de ervaringen van onze collega's in Italië, in Spanje en in de Verenigde Staten. En kun je wat voorbeelden geven van longziekte, waar het dan om gaat? Ja, zeker. 10% van alle kinderen heeft astma. En we weten dat virussen heel vaak astma-aanvallen uitlokken. Dus we hadden verwacht dat er heel veel astma-aanvallen zouden komen. Nou, eerlijk gezegd bleek het tegengestelde. Er zijn een aantal verklaringen voor. Ten eerste, dat is misschien een beetje het heel technisch verhaal, lijkt het virus binnen te komen in de long via een soort deurtje in de cellen van de long. En dat deurtje bij de kinderen met astma lijkt juist slechter open te staan dan bij kinderen die geen astma hebben, geen allergisch astma hebben met name. Dus eigenlijk waren kinderen met astma, lijken zelfs iets minder klachten te hebben, minder bevattelijk te zijn. Daar is natuurlijk bijgekomen dat alle kinderen thuis zijn gebleven van school op een gegeven moment. En dat dus ook alle andere virussen veel minder optraden. Dus eigenlijk hebben we minder astma-aanvallen gezien dan in de normale periode van het jaar. Maar we hebben natuurlijk ook kinderen met ernstige longziekten. En ook daarvan kan ik zeggen dat bijvoorbeeld de longziekte cystic fibrose, waar we veel kinderen onder behandeling hebben. En ook daarvan kan ik zeggen dat die kinderen eigenlijk geen enkel kind daarmee opgenomen is in Nederland. En vrijwel geen enkele patiënt met deze ziekte positief getest is. Dankjewel, heel fijn. Wim, misschien kun jij nog iets zeggen over de kinderen met een hartafwijking. Hoe verloopt de corona daar? Ja, er zijn ongeveer 15.000 kinderen in Nederland met een aangeboren hartafwijking. Sommige zeer ernstige. De meeste van worden daar overigens wel mee behandeld. En na zo'n behandeling is het hart over het algemeen goed in staat om, als je een infectie krijgt, om dan het bloed rond te pompen, wat de functie van het hart is. Natuurlijk waren we toen dit allemaal begon wel bang wat dat dan zou betekenen voor de kinderen die misschien een wat minder goede bloedsomloop hebben door een hartprobleem. Maar wat Marielle net ook al zei, we hebben eigenlijk heel weinig kinderen gezien met deze infectie. Ik ken er één. Ik werk in 2 academische ziekenhuizen van de 8 in dit land. Ik ken 1 patiënt die al opgenomen was vanwege iets anders. Waarbij we gekeken hebben, moesten kijken vanwege verschijnselen of die corona had. En die had corona, maar die had last van iets anders. Dus niet van de corona. En ook de kinderen die behoorlijk gevoelig zijn, bijvoorbeeld de kinderen na een harttransplantatie. Daarbij hebben we dit niet gezien. En dat is hetzelfde verhaal wat Marielle ook al vertelde, ook uit de andere landen om ons heen. China, Italië, de landen waar het meest is voorgekomen. Kennen we eigenlijk geen of nauwelijks verhalen van kinderen met een hartafwijking die het hebben. Laat staan dat ze er een ernstig probleem van hebben. Dus ook voor kinderen met een hartafwijking is het echt heel geruststellend nieuws. Ja, zij lopen geen extra risico. Nee. En ze kunnen naar school. Fijn, hartelijk dank. Wat voor schade heeft corona op de nieren? Erika, mag ik die vraag bij jou neerleggen of is het meer één voor Pieter? Ik denk dat je bedoelt de bijnieren? Nee, dit waren de nieren. Dit waren nog niet de bijnieren, die komen ook nog. Ja, zal ik iets wat over de nieren zeggen? Ik ben infectioloog, hè, dus ik denk dat we daar wat kunnen vertellen over volwassenen. Dus dat is misschien ook dat mensen daar wat over hebben gelezen. Want bij volwassenen, zeker met hele zieke volwassenen, zien we dat corona hele nare effecten heeft op de nieren. Maar we gaan toch weer terug naar onze eigen groep, waar we veel van weten, waar we bij thuis horen bij als kinderartsen. En dan valt het op dit moment ook daarvan precies hetzelfde als wat mijn collega's net vertelden. Lijkt het allemaal reuze mee te vallen. Dankjewel. Dan heb ik hier een vraag van Gijs. En Gijs is 15 jaar en die heeft vroeger
als baby aan de ECMO gelegen vanwege een drievoudige pneumothorax aan beide zijden. Dus dat is een longprobleem. En hij zegt, als ik nou corona krijg, loop ik dan extra risico. Nou, Gijs, bedankt voor je vraag. Ik denk dat ik net heel algemeen wat heb gezegd over longziekte en dat kinderen met longziekte niet echt meer risico lijken te lopen. Natuurlijk kan je altijd een uitzondering hebben, maar ik kan dat natuurlijk niet helemaal beoordelen, omdat je schrijft dat je als baby heel veel klachten hebt gehad. Dus ik hoop eigenlijk stiekem dat het goed met je gaat op het moment, wat we vaak zien bij kinderen met een probleem zoals jij hebt gehad, die aan de hart-longmachine hebben gelegen. Dus ik kan het niet helemaal beoordelen, maar ik denk eerlijk gezegd dat je veilig naar school kan en dat je weinig risico loopt om erg ziek te worden van corona. Net als alle andere kinderen met een ernstige longziekte. Dankjewel, Marjo. Natuurlijk, bij twijfels is het altijd belangrijk dat je naar je eigen dokter gaat. En als je hele specifieke vragen hebt, om het aan je eigen dokter te vragen. Dankjewel. Dan heb ik een vraag van Mats en die is 13 jaar en die zegt, eind februari ben ik 4 dagen opgenomen geweest voor koorts- en benauwdheidsklachten. Ik heb toen zuurstof gekregen met Flow en nu heb ik de hele tijd koorts. Waarom kan ik niet gewoon getest worden? Want ik zit nu al weken met onduidelijkheid en we blijven maar in quarantaine gaan. Mag ik die vraag bij jou neerleggen, Annemiek? Beste Mats, dank je wel voor je vraag. Een hele goede vraag, want er is ontzettend veel veranderd de afgelopen weken. Daar werd eerst gewerkt met een casusdefinitie. Dus de GGD's hadden hele strenge richtlijnen wie ze konden testen en wie niet, omdat we niet voldoende testen hadden in Nederland. We hebben heel hard gewerkt en nu ook in het ziekenhuis hebben wij testen waar jij getest kan worden. Dus ik denk dat het goed is als je je zorgen maakt dat je contact opneemt met je behandelend arts. Maar in het ziekenhuis hebben we testen waarbij we kunnen zien of je het virus bij je hebt. En als je behandelend arts vindt dat je ook getest moet worden, dan is daar nu een mogelijkheid voor. Dankjewel, Annemiek. Dan heb ik een vraag van Ferre. Die is 8 jaar en die zegt, ik heb auto-inflammatie en ik krijg anakinra prikken. Mijn papa en mama zeggen dat ik net als de andere kinderen naar school mag. Maar ik wil ook graag van een dokter horen dat ik hetzelfde mag als de andere kinderen. Ik wil graag weten of corona voor mij gevaarlijker is. Pieter? Ja, graag. Hoewel ik altijd een beetje bang ben, want ik denk dat Ferre bij dokter Kamphuis hoort. Dus dat is mijn goede collega. Die heeft misschien ook wel verteld, maar anders zal ik het nog een keer vertellen. Deze medicijnen die jij krijgt, daarvan denken we eigenlijk dat ze heel weinig kwaad kunnen. Sterker nog, op sommige van deze medicijnen gebruiken we zelfs om mensen te behandelen. Als ze heel ernstig ziek zijn. En wij zijn ervan overtuigd. En ook daarvan hebben we eerder. We beginnen een beetje steeds hetzelfde te zeggen. Uit Italië en andere landen. En vooral ook uit de Verenigde Staten nu. Komen er getallen dat je ook met andere kinderen naar school kan. Dankjewel, Pieter. Dan een vraag van Céline. En Céline heeft anusatresie. Wanneer kan ik weer bij mijn vriendinnen thuis afspreken? Dat is vraag 1 van Céline. En de tweede vraag is, kan ik dan mijn moeder besmetten? Want mijn moeder valt wel in een risicogroep. Annemarie, mag ik die vraag aan jou stellen? Ja, zeker. Beste Céline, ook weer een hele goede vraag. Jij bent 7 jaar en dat betekent dat je zeker met vriendjes en vriendinnetjes thuis mag spelen. Natuurlijk niet te veel. Daar zijn regels voor opgesteld in Nederland. Hè? Niet meer met 3 thuis. Buiten mag je wel met meer kinderen samen spelen, maar thuis beperkt. En dan stel je ook nog een vraag, als ik het goed heb. Een hele lieve vraag, kan ik mijn moeder dan besmetten als ik toch het coronavirus zou krijgen? Nou, daarvan weten we inmiddels, ja, natuurlijk zou dat kunnen. Alleen dat die kans best klein is. De kans is veel groter, hebben we nu geleerd inmiddels, dat een volwassene een kind besmet dan dat een kind een volwassene besmet. Waarom dat is en hoe dat is, dat weten we niet zo goed. Het is natuurlijk wel altijd belangrijk op het moment dat je hoest of niest en je zou het virus bij je hebben. Ja, dan kan je natuurlijk, als je dicht bij je moeder bent of je handen niet goed wast, dan kan je natuurlijk wel het virus overdragen. Dus op het moment dat je hoest of niest, dat goed in je elleboog doen en goed je handen wassen. En dan wordt die kans echt heel klein, weten we. Heel fijn, dankjewel. Dan een vraag van Melanie. Melanie is 16 jaar. Zij valt in meerdere risicogroepen. Ze wordt 's nachts beademd en ze heeft diabetes en overgewicht. Hoe veilig is het om voor Melanie om naar school te gaan? Erika.
Ja, deze vraag krijgen wij veel, ook van collega's die patiënten behandelen met obesitas. En ik snap wel waar dat vandaan komt, want er komt natuurlijk heel vaak in de media dat bij volwassenen blijkt dat de ziekte COVID ernstiger kan verlopen bij mensen met obesitas en zeker als er ook suikerziekte aan de hand is. Nou is het bijzondere dat we dat eigenlijk heel weinig bij kinderen zien. Sowieso zien we de infectie weinig. En tot nu toe zijn er ook geen aanwijzingen dat het onder de 18 jaar veel ernstiger verloopt. Oké. Dus dat betekent dat we, en dat is landelijk afgesproken, kinderen met obesitas of met overgewicht hoeven geen andere maatregelen voor corona te nemen dan andere kinderen die dat niet hebben. Dat is geruststellend. Dank je wel. Ja. Misschien mag ik daar toch nog één ding aan toevoegen, omdat Melanie best een specifiek geval is. Ja. Omdat ze 16 jaar is, hè, en dat zit al een beetje dicht tegen de volwassenen aan. En omdat ze er ook nog suikerziekte bij heeft. Dus ik kan me dit is nou precies de categorie waarvoor we het eigenlijk nog niet goed weten. En waarbij er mogelijk een iets verhoogd risico wel is. En dat geldt dan met name voor kinderen met een hele extreme obesitas. Dus de ernstigste vorm. Dus in dit specifieke geval is het misschien wel goed om dat met je arts te overleggen. Oké, dus Melanie, nog even contact opnemen met je eigen arts om het goed na te vragen. Dank je wel. Dan een vraag van een tweeling. En dat zijn twee meisjes van 8 jaar. En die doen een wedstrijd zwemmen. En ze mogen maandag weer beginnen. Maar ze weten niet of ze wel durven gaan. Dus ze hebben een heel aantal vragen. Verspreidt dat virus zich in het zwemwater? Kunnen we ziek worden van snot, spuug of plas in het water? En de volgende vraag doen we dan zo meteen even. Wie wil deze vraag? Annemiek. Nou, wat ontzettend leuk dat jullie aan wedstrijd zwemmen doen. Ik hou ook enorm van het water. Dus ga het vooral doen. Jullie zijn 8 jaar. Dat betekent dat jullie komen uit hetzelfde gezin. Dat betekent dat jullie in principe niet 1,5 meter afstand hoeven te houden. En als je nou bang bent van, goh, kan dat virus dan van een ander kind misschien ons besmetten? In het water van het zwembad zit chloor. En chloor doodt het virus. En daarbij heeft het virus geen motortje en ook geen zwemvliezen en kan niet zwemmen. Dus je hoeft niet bang te zijn dat dat virus via het water naar jou toezwemt en zo je longen inspringt. En daarbij zit de chloor in het water en gaat het virus dood. Ook al zit de snot in het water of plas of iets anders, je hoeft je geen zorgen te maken. Het chloor doodt het virus en daarbij als een heel klein virusdeeltje in heel veel water is, dan gaan wij er ook vanuit dat het virus uit elkaar valt en jou niet meer kan besmetten. Dank je wel. En dan de laatste vraag van de tweeling is, we kunnen nu nog knuffelen en bij mijn broer in bed slapen. Hij heeft een heel groot bed. Maar is dat niet gevaarlijk als we straks wel weer naar school kunnen? Je mag gewoon bij je broer in bed slapen en gewoon gezellig knuffelen. We weten dat het virus komt nu echt minder vaak voor. En we zien dus dat het echt wel zeldzaam is dat kinderen besmet raken. Dus als je op school bent, was wat vaker je handen. Gebruik je gezonde verstand. Kijk, als je nou gaat hoesten en snot hebt, dan ga je niet bij je broer in bed liggen. Maar als jij je gewoon goed voelt en je zus ook, dan zou ik vooral gewoon gezellig doen wat je altijd al doet. Dank je wel, Annemiek. Een vraag van Nout. Nout is 11 jaar en die zegt, stel er komt een tweede golf van corona. Moeten de regels dan weer strenger worden, Pieter? Laten we hopen, dat is een hele goede vraag van Nout. Laten we hopen dat het niet gaat gebeuren. Dat hangt denk ik ook heel erg van onszelf af, hoe wij met z'n allen in Nederland ons aan de maatregelen gaan houden, de afstand houden en dat soort dingen. Je kunt je voorstellen dat als het weer uit de hand loopt, dat gaat gebeuren. En dat is nou precies waarom wij met z'n allen zeggen, ja, we doen het zo veilig mogelijk. Hou je aan al de afspraken die we houden en dan proberen we het zo goed en zo kwaad als het gaat met z'n allen. Want sommige dingen zijn niet leuk. Ik vind het ook niet leuk om hier te zitten zonder een volle collegezaal. Maar als we die dingen goed in orde houden, dan hoop ik dat we het onder controle houden. Daar letten de mensen van het RIVM heel erg op. Maar ja, als het echt misgaat, zou het kunnen. Dank je wel. En dan, ik denk dat dat ook van Nout is, deze vraag. Als ik buiten kom, zegt hij, ben ik heel voorzichtig. Maar ik zie veel mensen die zich niet aan die 1,5 meter houden. En ik zit in een rolstoel. Hoe kan ik er nou voor zorgen dat ze niet te dicht bij me komen als ik buiten ben?
Annemiek, wil jij deze vraag pakken? Ja, ik vind het een hele goede vraag. Ik denk dat Nout probeer het zelf heel duidelijk aan te geven. Desnoods hang je een heel leuk, ga je met pen en papier aan de slag of met een verfkwast. Maak je een mooi bordje die je op je rolstoel hangt. Let op 1,5 meter. En ik denk dat jij het ook zelf heel goed kan uitleggen aan de mensen. Want je kan een hele duidelijke vraag aan ons stellen dat je dat niet prettig vindt. Geef dat ook gewoon aan. Dankjewel. Een vraag van Wout, die is 11. We gaan nergens naartoe waar veel mensen komen en we zijn heel voorzichtig. En daarom gaan we wel in het weekend naar opa en oma en kan ik nog met ze knuffelen. Dat vind ik heel fijn. Maar als ik nou straks weer naar school ga, kan ik dan nog met opa en oma knuffelen? Annemarie. Ja, Wout, dat snap ik heel goed, want het is natuurlijk heel leuk. En ik denk dat opa en oma dat ook heel fijn vinden als je met ze kan knuffelen. Maar op dit moment is dat echt nog wel een beetje onverstandig. De adviezen zijn echt dat ouderen geen contact hebben en geen knuffelcontact, helaas, met hun kinderen, met hun kleinkinderen. Dus dat geldt nu eigenlijk ook al, dat gold eigenlijk ook al nu voordat jullie naar school gingen. En als je naar school gaat, geldt eigenlijk ook hetzelfde. Wees echt voorzichtig met je opa's en oma's. En even niet knuffelen, maar op veilig afstand. En op het moment dat je zelf hoest of niest, natuurlijk even helemaal niet gaan. Oké, helder. Met opa en oma nog een beetje voorzichtig zijn. Ja, zeker. Ja. Helpen de mondkapjes nu wel of niet als je een longaandoening hebt, Mariel? Geldt dat eigenlijk ook? Ik denk wat nog een probleem is met kinderen en mondkapjes, dat die mondkapjes natuurlijk heel veel voor volwassenen gemaakt zijn en helemaal niet goed passen om de gezichtjes van kinderen. Ja, we hebben in Nederland afspraken met elkaar gemaakt en die afspraken zijn die 1,5 meter. En dat doen we als je nou hoest en je vergeet in je elleboog te hoesten, dan komt er een druppel, een wolk van druppeltjes waar dat virusmook in zit. En we weten dat die druppeltjes die dalen naar de grond voor die 1,5 meter. Daarom houden we afstand. Mondkapjes die zijn veilig als je weet hoe je ze goed moet gebruiken. En het probleem als jij kind bent en je gaat een mondkapje opdoen, het zit echt niet lekker. Het wordt warm, het gaat jeuken, je gaat aan je gezicht zitten. En wat er kan gebeuren is dat dat virus aan de buitenkant van het masker gaat zitten, dat je daar met je handen aan gaat zitten. En als je dan in je oog of in je mond, dan kan je jezelf besmetten. En daarom willen we eigenlijk niet dat kinderen zomaar mondkapjes gaan dragen. Heel helder, geen mondkapjes voor kinderen. Dit is wel een grappige vraag. Wat gebeurt er nu als jullie het niet eens zijn met het RIVM en je eigen beleid willen voeren? En kunnen we die informatie ergens vinden? Pieter? Ikke. Dokters hebben wel eens de neiging om erg eigenwijs te zijn. Dat is waar. Ik denk dat het heel belangrijk is dat het RIVM heel veel goed werk doet. En dat het RIVM, dat lijkt soms wel zo, maar dat niet Jaap van Dissen dat allemaal zelf bedenkt. Maar dat we dat allemaal met z'n allen proberen zo goed mogelijk te bedenken. Dus er denken heel veel mensen op de achtergrond mee. Het is ook zo dat het RIVM niet overal de baas is. Dus als er bepaalde dingen zijn, dan kunnen dokters daarvan afwijken als ze uitleggen waarom. En dat moet soms ook, en dat vind ik ook heel belangrijk om hier te zeggen. Omdat je niet gewoon, als ik alleen al las hoeveel vragen we hadden, hoeveel goede vragen jullie stellen, maar hoeveel verschillende mensen ik langs zag komen met verschillende aandoeningen. Je kan nooit alles onder één kam vangen. Dus er is altijd ruimte, en dat moet ook echt, om dat zelf te interpreteren. Maar, en dat blijf ik toch wel, wil ik nogmaals bekrachtigen, of dat is een gek woord, dat is een moeilijk woord, daar wil ik nog een keer heel duidelijk in zijn. Wij denken echt dat het RIVM heel duidelijk, heel goed werk doen. Met alles wat ze doen, proberen we dat zoveel mogelijk te volgen. En heel veel van ons, zelfs aan deze tafel, hebben ook meegedacht over die maatregelen. Dus het is ook niet zo dat het RIVM alles in zijn eentje bedenkt. Nee, het is meestal... Zijn jullie het daar gewoon wel mee eens? Ja. Alleen in individuele situaties kan het per kind een beetje verschillen. Want in ons ziekenhuis heb je zoveel verschillende mensen die zo net weer anders zijn. Je kan nooit alles onder één ding vangen. Dankjewel. Annemarie, hoort een wisselende temperatuur bij coronaverschijnselen? Want dit is een kind en die zegt, ik heb sinds half februari, of zit er vaak een hele graad verschil tussen?
Nee, dat is niet iets wat we kennen van corona, dat wisselende temperatuur. Dus bij corona krijg je juist koorts, hoge koorts en ben je een paar dagen ziek. Kinderen meestal dus niet. Die krijgen ook niet zo vaak koorts daarvan. Dus als je al een hele tijd wisselende temperatuur hebt en je maakt je daar zorgen over, neem dan even contact op met je dokter, met je huisarts of met je behandelend kinderarts bij ons in Sofia. Want vind je 1 graad verschil dan toch wel een wezenlijk verschil? Stel je hebt tussen de 36,5 en de 37,5. Dus, nee, dat het verschilt toch, het wisselt toch altijd wel een beetje bij ons? Het wisselt sowieso. Dus de vraag is ook waarom, ik zie geen naam staan, zeg maar. Dus het is een algemene vraag waarschijnlijk dan van de ouder. Waarom überhaupt getemperatuurd wordt, zeg maar. Wat dan de reden was om elke keer de temperatuur te meten. Daar hangt het natuurlijk vanaf. Dus dat is een beetje lastig om op die manier te beantwoorden. Over het algemeen 1 graad van 36,5 tot 37,5. Dat is niet erg, dat kan gewoon. Dat mag gewoon, ja. Oké. Er wordt gezegd dat kinderen er niet zo ziek van worden. Is dat zo? En geldt dat voor alle kinderen? En geldt dat dan ook, want dat is met name de vraag hier, voor kinderen met een metabole ziekte of een zeldzaam syndroom? Annemarie. Ja, dat is eigenlijk een beetje wat ik in het begin vertelde. Hè? Die cijfers die bij kinderen toch echt heel geruststellend zijn. Dus dat klopt echt. Dat zien we in Nederland. Dat zien we ook in de rest van de wereld. In het Sofia, dat valt me nog steeds op. Wij hebben ons echt voorbereid op heel veel kinderen zien in ons ziekenhuis. Toen net de corona-epidemie begon, toen hebben we op de spoedeisende hulp nagedacht. Hoe moeten we dat zien? Hoe kunnen we veel kinderen tegelijk zien? We hebben een corona-afdeling voor kinderen ingericht. En die hebben we allemaal weer afgebroken. Want er zijn gewoon bijna geen kinderen gekomen met corona. En dat is echt iets anders. Bijvoorbeeld in het griepseizoen. Ja, dan is de spoedeisende hulp, dat weten waarschijnlijk veel van jullie, die is druk en overvol. In het ziekenhuis is geen plaats meer, omdat we heel veel kinderen met griep opnemen. En dat is nu totaal niet. Dus je ziet eigenlijk meer opnames en meer patiëntjes van de griep dan van corona? Ja, zeker, zo is het. Ja, en dat geldt dus eigenlijk ook voor met metabole ziekte. Ja, klopt. Dankjewel. COVID-19, zegt deze moeder, slaat vooral op de longen. En waarom zeggen dan de longartsen van een ander ziekenhuis dat mijn kinderen gewoon naar school kunnen? Heeft het met je weerstand te maken of met je afweersysteem? Want als dat goed is, is er niks aan de hand. Of hebben ze toch een grotere kans dat ze het wel krijgen? Ja, ik denk dat ik deze vraag eerder ook beantwoord heb. Kinderen met longziekte lopen in het algemeen niet meer risico. Dus ik denk dat het advies van het andere ziekenhuis terecht is geweest. En echt alleen in hele uitzonderingsgevallen denken we dat kinderen niet naar school kunnen. Natuurlijk kan ik niet in een individueel kind beoordelen. Ik ken de gegevens niet. Maar in het algemeen is dit ook het advies wat wij vanuit het Erasmus MC geven. En dan vraagt deze moeder ook nog, kinderen kunnen volwassenen aansteken. Hoewel ik eigenlijk net heb begrepen dat die kans heel klein is. Maar dan kunnen ze ook andere kinderen aansteken. Geeft het risico voor mijn kinderen? Ja, ik denk dat dat eerder al beantwoord is door de dokters aan de tafel. Dat kinderen weinig besmettelijk zijn voor andere mensen. Dankjewel. Hoe staan jullie, Annemarie, tegenover vaccinatie tegen corona? Of is het meer een voor Pieter? Vaccinatie tegen corona, er is nog geen vaccin, maar stel, er komt snel een vaccin op de markt. Is dat dan veilig en denk je dat iedereen dan gevaccineerd zou moeten worden? Ik denk dat dat de enige echte mooie oplossing zou zijn. Ik zou veel geruster ademhalen als we een vaccin hebben. Daar is mijn hoop op. Ik hoop echt dat dat gaat. En als we een vaccin hebben, dan zijn we van heel veel problemen af. Kunnen we iedereen vaccineren, zodat de mensen die er heel ziek van kunnen worden, dat die beschermd zijn. Maar dat moet wel met een veilig vaccin gebeuren. En er wordt heel erg veel onderzoek gedaan. En iedereen die hier iets mee doet, weet dat het snel moet. Ziet ook hoe belangrijk het is. Maar we gaan niet vaccineren zonder dat we weten dat we er geen kwaad mee kunnen doen. En dat kost tijd. Dat is wat ik bij de opening ook al zei. Want je moet ook voorzichtig blijven. En dat gaat tijd kosten. Maar de dag dat er een vaccin is, ga ik de vlag uithangen. Dank je wel. Is het voor jonge baby's extra gevaarlijk om het virus op te lopen, Annemarie? Nee, dat weten we. Dus er zijn inderdaad andere virussen die meer gevaarlijk zijn voor baby's. Voor corona geldt dat niet. We hebben niet heel veel meer baby's opgenomen dan oudere kinderen eigenlijk. Wat ik net in het begin vertelde. Hè. We hebben veel meer juist oudere kinderen boven de 14 opgenomen dan jonge kinderen. Dank je wel. Dan een vraag die ik eigenlijk aan Rinze wil voorleggen, de neuroloog. Want dat gaat over een kind,
dat thuis wordt verzorgd door verschillende verpleegkundigen, bijvoorbeeld vanuit de thuiszorg. Wij hebben geen zicht op hoeveel andere gezinnen zij nog verzorgen en wat ze doen in hun privéleven. En ik denk dat het een kind is met een meervoudige handicap, zo klinkt het. Is het verstandig om die zorg door te laten gaan? Of kunnen we als ouders de zorg beter volledig zelf overnemen? Nou, dat is een hele begrijpelijke vraag, hè? En die horen we ook veel vaker terugkomen. In het algemeen kunnen we ook zeggen, ook bij kinderen met meervoudige handicap of met epilepsie, hè, kinderen die ik als kinderneuroloog veel behandel, zien we eigenlijk ook dat het risico om dit virus te krijgen en ook om heel ernstig ziek te worden van het virus heel erg klein is, veel kleiner als bij volwassenen. Als je kijkt naar wat is dan het risico van deze verpleegkundige, dat die verpleegkundige komt bij andere kinderen en kan misschien het virus meenemen naar jullie huis toe. Ja, ook voor deze verpleegkundige, voor deze verpleegkundige organisatie gelden dezelfde regels. Hè, dat zij gaan niet als ze ziek zijn of als ze verkouden zijn. Ze hebben dezelfde maatregelen die we ook hier in het ziekenhuis zoveel mogelijk proberen te betrachten. En daarmee gaan we er eigenlijk ook vanuit dat deze verpleegkundigen niet besmettelijk zijn en geen grotere kans hebben om uw kind ziek te maken. En mocht dat toch gebeuren, hè, op een van de redenen dat er dan zo'n coronavirus binnen zou komen, dan weten we dat kinderen daar niet ernstig ziek van worden. Dus ja, ik zou zeggen, ik zou zeker de zorg toevertrouwen aan het thuiszorgteam, hè, wat u vertrouwt en wat bekend is, hè, met uw kind. En voor mij is het niet noodzakelijk om dan alle zorg nu helemaal zelf te gaan doen. Want dat is ook wel erg zwaar, hè, als je ineens weer helemaal zelf de zorg gaat overnemen. Zeker. Dus dit is denk ik heel geruststellend voor ouders met een kind met een meervoudige handicap. Dank je wel. Ik zou heel graag Josette wat willen vragen, de psycholoog. Want dit, met name ook naar aanleiding van die vorige vraag, het gaat natuurlijk allemaal om ouders van kinderen waarvan het niet zo gek is dat je daar heel bezorgd om bent. Want het zijn kwetsbare kinderen. Deze ouders en ook deze kinderen hebben al heel veel meegemaakt. Wat zou jij tegen deze ouders willen zeggen over hun bezorgdheid? Het klopt wat je zegt. Hè. Ik snap die bezorgdheid heel goed. Hè. Ook deze ouders hebben al veel meegemaakt en dan in deze bizarre situatie, een abnormale situatie, is angst eigenlijk wel een normale reactie. Gelukkig hoor ik deze avond heel goed dat eigenlijk ook tegen de kinderen, jullie thuis en tegen de ouders is gezegd dat de kinderen weinig risico lopen, ook al zijn het hele kwetsbare kinderen, ook al hebben jullie met uw gezin al heel veel meegemaakt. Dat het virusoverdracht op deze kinderen heel klein is. En als die bezorgdheid toch blijft, zou ik het advies geven, bespreek dan je zorg toch met de arts die je goed kent, of als er een andere behandelaar betrokken is, dat u erover praat. En voor de kinderen geldt hetzelfde. Het is heel belangrijk in deze tijd om met elkaar erover te praten. Met elkaar, maar ook tussen ouders en kinderen bedoel Tussen ouders en kinderen, kinderen onderling. Dat je heldere uitleg geeft. Want ook kinderen snappen heel goed in deze tijd. Want die horen op het jeugdjournaal wordt altijd heel goed uitleg gegeven. En ze horen van, nou, met de juffrouw op school nu weer en met de meester op school wordt er over gepraat. En die snappen heel goed wat er in deze tijd nu gebeurt. Dus daarom is het heel goed om samen met je kinderen als ouder erover te praten. Onderling in het gezin, zeker. Ja, want het is natuurlijk niet zo gek dat deze ouders denken, ja, ze kunnen dat wel zeggen voor al die gezonde kinderen, maar mijn kind is niet zomaar een doorsnee gezond kind. Inderdaad, dus dat is een hele reële reactie van ouders, dat zij echt meer angstiger voelen dan ouders die een gezond kind in zorgeloze zonder een zorgeloze situatie. Ja. En spreek jij die ouders ook in deze tijd? Ja, zeker. Wij zien ouders, wij zien kinderen, veel telefonisch of met beeldbellen nu vooral. En heel af en toe, als het niet anders kan, mogen we nu weer op 1,5 meter afstand ouders en kinderen weer zien. En wat kom jij dan zoal tegen? Dezelfde vraag eigenlijk wat ik net hoorde. Van, ja. Hoe moeten wij met de angstklachten omgaan? Is het normaal dat we dit voelen? Er worden heel veel dezelfde vragen gesteld. Die komen eigenlijk ook wel bij ons. Maar dan zeggen wij ook altijd wel heel eerlijk van, nou, ik ben de dokter niet. Dat moeten jullie echt aan je eigen dokter vragen. En zullen we dan samen bedenken welke vragen je aan de dokter kan stellen? En die schrijven we dan op. En dat helpt? En dat helpt. Oké, okay. Dus ouders die ongerust zijn en na deze uitzending nog steeds ongerust zijn, die raad je eigenlijk aan om contact te zoeken
Met hun arts. Met hun arts, zoek daar ook de steun. Of als je al een behandelend, bij de psycholoog al een behandeling hebt, of bij maatschappelijk werk, of bij de pedagogisch hulpverlener, of bij de geestelijk verzorger. Het gesprek aangaan kan al geruststellend zijn, zonder dat er oplossingen voor komen. Oké, okay, dus blijf er niet in je eentje mee zitten. Blijf er thuis niet mee binnen zitten. Oké. Okay. Ga in gesprek. Dankjewel, Josette. Wanneer er thuis een ziek en kwetsbaar kind aanwezig is, dus een kind uit een risicogroep, is het dan verstandig om de broertjes en zusjes naar school of naar de opvang te laten gaan? Annemarie. Ja, dat is zeker verstandig. Eigenlijk weer hetzelfde als wat we net zeiden. Hè? Het risico dat een kind ziek wordt is heel klein. Het risico dat een kind ernstig ziek wordt is helemaal heel, heel klein. En aan de andere kant, we moeten dit nog heel lang volhouden met elkaar en een kind heel lang van school weghouden. Dat is ook gewoon niet goed voor een kind. Dus ja, het is verstandig om kinderen gewoon naar school te laten gaan. En zijn er dan nog aanvullende adviezen voor broers en zussen van kinderen in een risicogroep die weer naar school gaan? Is hier de vraag? Nee, dus dat zijn eigenlijk gewoon dezelfde adviezen die we allemaal naar elkaar toe moeten houden. Ja. Oké, dankjewel. Er zijn veel vragen over kinderen met een hernia diafragmatica, een CHD. Is samen in één huis zijn, ik denk met vriendjes en vriendinnetjes, is dat een risico voor deze kinderen met CHD, Marielle? Ja, ik denk dat de vraag wel samen met het gezin, dat is geen ander risico. Hè. Alle regels van het RIVM zijn belangrijk. Een CHD is trouwens een gat in het middenrif, waar kinderen vaak als baby aan geopereerd worden. En vaak eigenlijk op schoolleeftijd relatief weinig klachten hebben. Oké, en dan is er nu een hele specifieke vraag, ook over ditzelfde ziektebeeld, de hernia diafragmatica. Er staat op het platform CHD in overleg met diverse CHD-specialisten uit het Radboud en het Sophia berichten we dat het verstandig is om ook kinderen met CHD thuis te houden. En dit is een bericht van 14 maart, hè, dus dat is al een poosje geleden. Nu is eigenlijk de vraag of dit advies komt te vervallen na de publicatie van het standpunt van de NVK, dus de kinderartsen, de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, op 21 april. Ja, het antwoord is ja, dat advies komt te vervallen. En ook kinderen met zo'n hernia die dat gehad hebben, adviseren we gewoon om naar school te gaan. Oké, okay, en dan is ook nog de vraag over CHD. Zijn deze kinderen naar verwachting moeilijker te beademen vanwege die longen die anders aangelegd zijn? Ja, dat is een hele goede vraag. Ten eerste denk ik dat we nog een keer herhalen dat kinderen veel minder ziek worden dan volwassenen. We hebben nog geen enkel kind gehad wat we hier hebben moeten beademen in het Sophia. Volgens mij is ook het aantal IC-opnames, maar misschien dat Annemarie daar net iets meer informatie over heeft, ook heel beperkt geweest. Dus de kans dat je op een intensive care terechtkomt met deze ziekte en beademd moet worden, acht ik extreem klein. Oké, dus de vraag van deze ouder, mag ik mijn kind van 4 jaar met CHD naar school laten gaan? Ik denk dat je die... Ja, dus het antwoord is ja. Nogmaals, hè, ik kan natuurlijk niet beoordelen hoe dit ene kind eraan toe is, maar ik verwacht dat dat goed zal zijn en dan mag je gewoon naar school. Zijn er al kinderen met CHD die corona hebben gehad? Bij mijn weten niet. Ik weet het niet in ieder geval van mijn collega's in Nederland. We hebben recent een enquête uit doen gaan naar alle Europese kinderlongartsen. En uit die enquête ben ik ook geen enkel kind tegengekomen met een hernia. Oké, dan heb ik meteen nog een longvraag. Is er meer risico voor kinderen die in het verleden geopereerd zijn in verband met de longafwijking CCAM? Ja, het zijn allemaal hele goede vragen, maar ook allemaal hele zeldzame ziektes. Een CCAM is eigenlijk een long waarbij een stukje van de long uit kiestes, uit holtes bestaat. Dat is een aangeboren longafwijking. Ook voor deze kinderen geldt dat het vaak heel goed gaat met deze kinderen. En dat eigenlijk de meeste van deze kinderen gewoon naar school kunnen. En nogmaals, ja, tenzij het een heel uitzonderlijk geval is. In het algemeen is het advies dat kinderen met deze aangeboren longafwijking gewoon naar school kunnen. Gewoon naar school kunnen. Ja. En dan is er nog een vraag, lopen kinderen die zuurstofafhankelijk zijn meer kans op een ernstig ziekteverloop bij corona? Ja, nou, zelfs daar hebben we geen aanwijzingen voor dat die kans hebben op een ernstige ziekteverloop. Maar ik denk wel dat kinderen die zuurstofafhankelijk zijn, Dat wel echt een categorie kinderen is waarbij je toch even met je eigen dokter moet overleggen. Oké, hartelijk dank.
Dan hebben we hier een kind met een harttransplantatie ruim 2 jaar geleden. Wim, zou jij die vraag willen beantwoorden? En het is een kind op de middelbare schoolleeftijd. Mag die naar de poli voor bloedonderzoek en mogen de vrienden over de vloer komen? Eigenlijk gelden daar alle adviezen voor die voor alle andere kinderen van dezelfde leeftijd gelden. Dus de RIVM-adviezen gelden. Wat betreft poli voor bloedonderzoek, ik zou zeggen jazeker. Daar proberen we volgens de regels van de 1,5 meter samenleving ons werk te doen. En dat kan daar veilig, dus ik zou dat zeker doen. Het is waarschijnlijk al onveiliger om niet te komen en bijvoorbeeld de spiegels van de medicijnen niet te controleren dan om wel te komen. Vrienden over de vloer, ook daarvoor geldt, ja, binnen de regels die er zijn, mag dat. Oké. En dat mag dus ook als je afweerremmende, of hoe heet het, immunotherapie hebt. Dus, je kan je afvragen of dat direct na een transplantatie, als alles nog moet worden ingeregeld, zal ik maar zeggen, nou zo verstandig is. Maar als het inmiddels veel verder is en je zou in een normale situatie gewoon naar buiten gaan, met vrienden omgaan, naar school gaan, dan mag het ook in deze situatie. En dat geldt dan ook voor de niertransplantatie en de levertransplantatie, want die vraag kwam ook. Misschien wil jij die wel meenemen. Ja, ik weet niet zoveel van niertransplantatie en levertransplantatie, maar in principe worden daar wel dezelfde medicijnen voor gebruikt. Dus als er niet nog andere problemen bij zijn, dan geldt daar hetzelfde voor. Dank je wel. Natuurlijk geldt wel voor alle patiëntengroepen, dus ook voor deze patiëntengroepen, als er verschijnselen zijn, hoesten, niezen, koorts, dan moet je dat natuurlijk wel verder laten uitzoeken en eventueel in overleg met het ziekenhuis laten testen. Ja, dus bij ziekteklachten wel even melden bij de arts. Wil ik wil graag nog één ding aan toevoegen, wat ik echt heel belangrijk vind. Is, en waar we ook zorgen over hebben, dat bij de Vereniging van Kindergeneeskunde hebben we dat ook geconstateerd, dat sommige mensen wegblijven uit het ziekenhuis, juist met deze chronische aandoeningen. En daar zitten echt grote risico's aan. Dus mensen blijven bang weg voor COVID. Ik snap het helemaal hoor. Ik kan me goed voorstellen met zo'n kwetsbaar kind. Maar de gevolgen van het wegblijven zijn groot. En daar zien we ook wel ongelukken van. Dus ik steun nogmaals Wim heel erg dat mensen zeker voor die bloedafnames moeten blijven komen. Wat bedoel je met ongelukken? Nou ja, kijk, als je wegblijft omdat je bang bent en het blijkt dat je heel lang niet goed ingesteld bent op medicatie. En wij weten dat niet. Of als je denkt, het gaat eigenlijk niet goed, maar ik ben zo bang voor die COVID, ik blijf toch maar thuis. En wij hebben daarom niet door dat er iets aan de hand is met je transplantatie, of maakt eigenlijk niet uit voor alle complexe patiënten die wij behandelen, dan zijn de consequenties daarvan soms dat mensen veel later naar ons toekomen dan ze normaal zouden doen. En dan kan het soms best wel, dat kan soms best hele ernstige gevolgen hebben, terwijl je veilig naar ons toe kan komen en de consequenties van het niet prikken waarschijnlijk veel groter zijn dan wel naar ons toekomen. Niet waarschijnlijk, die zijn gewoon veel groter. Dus wegblijven uit het ziekenhuis is een groter risico dan in de situatie die we nu hebben, ja. Dus ik roep echt mensen heel erg op om dat niet te doen. Oké, dus iedereen die weer op controle moet komen, ga alsjeblieft op controle. Ja, want wij kijken goed of het echt moet. Ja. En dat kan zelfs nog in overleg. Maar we hebben soms op een gegeven moment, we hebben mensen ook een tijdje niet laten komen. Toen hadden we nog tijd om even aan te kijken wat er gebeurt. Maar we moeten echt weer gaan zien en kijken naar elkaar hoe het ermee is. En zeker ook de bloedwaardes weer. Ja, dus kom alsjeblieft naar het ziekenhuis. En dan heb ik hier nog één en die ligt een beetje in dezelfde lijn. Kinderen met tacrolimus vanwege een transplantatie hebben we eigenlijk net al een beetje gehad, hè? Dus ik neem eigenlijk aan dat daar hetzelfde voor geldt. Alsjeblieft, kom naar het ziekenhuis en jullie zijn niet kwetsbaarder. Één vraag voor Erika. Vallen kinderen met Addison en of hypoparathyreoïdie in een risicogroep? Nee, niet specifiek. Addison is een ziekte aan de bijnier. Hypoparathyreoïdie is een ziekte aan de bijschildklieren. En daar geldt eigenlijk hetzelfde voor als al die andere chronische ziektes. Er is geen verhoogd risico om corona-infectie te krijgen. En voor jou geldt dus dat je dezelfde maatregelen moet volgen als alle andere kinderen, gezonde kinderen moeten volgen. Het enige wat ik wil zeggen over de kinderen met bijnierziekte, hè, want die maken niet goed het stresshormoon cortisol. En dat heb je heel hard nodig in tijden van ziekte. Dat geldt net als je anders ziek wordt. Ook als je ziek wordt van een gewone griep, hebben die kinderen specifieke aanpassingen nodig aan hun medicatie. Dus die hebben daarvoor een stressschema. Dus dat geldt natuurlijk wel. Zorg dat je goed voorbereid bent. Zorg dat je je stressschema in orde hebt. Zorg dat je je medicijn in huis hebt. Zorg dat je je
noodmedicatie hebt en zorg dat je je telefoonnummer hebt waar je naartoe belt als het niet goed met je gaat. Maar dat geldt eigenlijk hetzelfde voor als je een gewone griep krijgt. Oké, en deze kinderen weten dat eigenlijk al. En deze kinderen weten dat. En corona maakt dat niet anders. Nee. Dan nog een vraag over AGS, het adrenogenitaal syndroom of bijnierinsufficiëntie. Hebben die kinderen een groter risico om corona te krijgen of om het heftiger te krijgen? Nee, daar geldt dus precies hetzelfde voor. Ook dat is een bijnierziekte waarbij je een tekort hebt aan het stresshormoon. En ook voor AGS, we weten steeds meer uit de hele wereld, komt er informatie binnen over kinderen, over de ziekte. En er wordt niet gezien dat deze kinderen een verhoogd risico hebben. Dus de maatregelen zijn hetzelfde. Ja, het is bijna ongelooflijk. Ik kan me best voorstellen dat deze ouders denken, we kunnen het bijna niet geloven. Want niet we alleen hadden altijd... ouders, wij als dokter ook, hebben vanaf het begin ook gedacht, jeetje, wat betekent dit voor al die kinderen? Wat betekent dit voor onze patiënten met deze aandoeningen? En dus houden wij ook heel goed de literatuur bij, de medische literatuur. En we staan in contact met dokters over de hele wereld die dit soort patiënten behandelen. En daaruit blijkt tot nu toe niet dat zij een verhoogd risico hebben. Nee, dat is heel geruststellend. Heel geruststellend. Vernielke Tonnerie, mogen kinderen met PKU naar school? Mag ik die vraag bij jou neerleggen, Annemarie? Ja, zeker. We krijgen zometeen een heel rijtje met individuele ziekten. En eigenlijk geldt voor al die ziekten hetzelfde. Dus bij kinderen, ook met onderliggende ziekten, hebben we geen ziekten die er nu uitgesprongen zijn, waardoor kinderen een hoger risico hebben om echt ziek te worden door het coronavirus. Dus eigenlijk geldt voor elke ziekte geldt weer hetzelfde. Natuurlijk geldt dit, weten we niet, voor alle individuele gevallen. Dus als je twijfelt van mijn kind, daar maak ik me toch zorgen over, neem dan gewoon even contact op met je eigen behandelend arts. Oké, dus dat geldt ook voor kinderen die onlangs kinkhoest hebben doorgemaakt? Ja, dat heeft ook geen verhoogd risico. Geen verhoogd risico. Dan heb ik nog twee vragen over het hart, Wim. Kinderen met een VSD, een ventricul septum defect, lopen zij extra risico op ernstige klachten als ze besmet raken en mogen ze naar de kinderopvang? Wat ik uit die vraag niet helemaal kan afleiden is of dat een VSD is. Een VSD is een gaatje in het tussenschot van de kamers van het hart dat al gesloten is door de chirurg of dat dat niet zo is. Als het gesloten is, dan is het risico op ziekte bij die kinderen niet groter dan anders. En hebben ze ook niet, als ze ziek worden, een extra groot probleem. Dus dan is het antwoord, doe gewoon alle normale dingen die alle andere kinderen ook mogen doen. Als het nog niet gesloten is, dan is er een situatie waarin er wat meer bloed door de bloedvaten van de longen loopt dan normaal gesproken. En dan ben je inderdaad wat gevoeliger voor luchtweginfecties. Denk aan gewone verkoudheid, denk aan griep, denk aan het RS-virus, wat ook een virus is wat ieder jaar weer tot grote problemen leidt in Nederland. En daar ben je dan wat gevoeliger voor. Voor corona geldt eigenlijk wat we tot nu toe steeds gezegd hebben. Daarvan hebben we de indruk dat dat niet veel uitmaakt, eerlijk gezegd. Dus ik denk dat je meer risico loopt door het VSD zelf en dat dat over het algemeen een hele goede reden is om naar het ziekenhuis te komen en om dat gewoon te laten behandelen, ook in deze tijd, dan dat je als een kind corona krijgt met een VSD, dat er dan problemen zijn. Dus kinderopvang, wat mij betreft, zeker. En dit gaat over de tetralogie van Fallot. En ik denk een groter kind, mogen ze sport trainen en is bezoek aan de poli of een MRI-onderzoek veilig? Sport trainen mag als de behandelend kindercardioloog dat goed gevonden heeft. Daar geven we altijd geïndividualiseerd advies over. Dus ieder kind krijgt zijn eigen advies over of dat wel of niet mag en op welke manier. En dat komt omdat er na de behandeling van tetralogie van Fallot nog wel eens restproblemen zijn, waarbij bijvoorbeeld een van de kleppen van het hart flink lekt. En dat kan ertoe leiden dat de pompfunctie van het hart wat minder is dan normaal. We denken overigens dat sporten dan juist goed is, maar wel met mate. Dus daar geven we dan per patiënt een advies over. Wat betreft het naar de poli komen en MRI, dat is een punt wat eigenlijk steeds terugkomt. Hè? Van, is het wel veilig om naar het ziekenhuis te gaan? Ik kan me eerlijk gezegd dat ook al een beetje voorstellen. Zeker als het over het Erasmus MC gaat. Er zijn een aantal bekende Nederlanders in het Erasmus MC. Denk maar aan Ernst Kuipers, die een tijd lang ongeveer iedere dag op de tv was. Of Diederik Gommers van de Intensive Care. Het lijkt wel alsof het Erasmus MC helemaal vol ligt met patiënten met corona. En dat hier door de gangen dwarrelt. Nou, dat is absoluut niet zo. Als iemand zich zorgen zou moeten maken, dan ben ik dat. Want ik zit in de risicogroep als je naar mijn haarkleur en mijn leeftijd zou vragen.
Ik maak mij daar ook geen zorgen over. Dus zeker kinderen kunnen gewoon naar de poli komen en kunnen gewoon een MRI krijgen. En een MRI is nog wel een beetje een bijzondere situatie. Het is een klein tunneltje, kan je voorstellen, kunnen daar geen druppels in blijven hangen. Daar hebben we tot nu toe geen enkele aanwijzing voor dat dat een extra probleem is. En de afdeling radiologie heeft ook in de, waar dat zo'n MRI gebeurt, dus dat is de afdeling waar de ingewikkelde beeldvorming van het lichaam gebeurt, die heeft ook gewoon doorgedraaid tijdens deze problemen en heeft daar geen problemen mee gehad. Dankjewel. Een vraag over, ons kind gaat wegens een aandoening naar school in een taxibusje en daar kunnen we die anderhalve meter niet waarborgen. Is dat wel verstandig? Wie wil die vraag beantwoorden? Rinse? Ja? Oké, Annemiek? Ja, mensen worden ook steeds innovatiever. Dus ik snap deze vraag. Wat belangrijk is, als kinderen onder de 12 jaar zijn, dan hoeft die anderhalve meter niet geborgd te worden. Dus kinderen die kunnen binnen die anderhalve meter zitten. En tegenwoordig zie je ook dat taxis een soort plexischerm tussen de voorstoelen en de achterstoelen heeft om bijvoorbeeld als een kind hoest, dat de druppeltjes niet naar de chauffeur gaan. Of als de chauffeur mocht hoesten, dat de druppeltjes niet naar de kinderen toe gaan. Dus dat zou een oplossing kunnen zijn. En dan kan taxivervoer veilig gebeuren. Oké, en hier gaat het over een busje met wel 6 of 7 kinderen erin. Ja, ook op school wordt nu nog halve klasse geadviseerd. Dat zijn vaak toch 15 kinderen in een lokaal. En buiten zelfs mogen kinderen gewoon ook met elkaar spelen en op het sportveld. Dus in principe ook in een busje met 6 of 7 kinderen, dat is toegestaan. Moet kunnen. Oké. Dan hebben we nog kinderen met colitis ulcerosa. Hebben mensen met IBD meer te vrezen, Erika? IBD is niet een hormoonziekte, maar een ziekte aan de darmen. Maar ik weet wel dat die ook onder de chronische ziekte valt, waarvoor dezelfde maatregelen gelden als voor de anderen. Oké, dus ook dat is geen verhoogd risico. En dan hebben we hier nog vragen over obesitas. Die wil ik ook graag even bij jou houden. Dit is 1 meisje van 10 en die moeder is bezorgd eigenlijk dat het in de toekomst misschien een risico voor dit meisje is. Genetische obesitas. En wordt er gewoon de zorg weer opgepakt? Genetische obesitas is natuurlijk wel een hele zeldzame aandoening, waarbij vaak hele ernstige obesitas optreedt op jonge leeftijd. Daarvoor geldt nu, voor zover wij weten, dat daar geen verhoogd risico is om corona te krijgen. Voor dit soort zeldzame aandoeningen staan wij in contact met onze Europese collega's om dit ook goed bij te houden. En tot nu toe zijn er geen veranderingen in te melden. Oké. Volgens mij hebben we een heleboel aandoeningen gehad. En er staan inderdaad nog een paar zeldzame aandoeningen op. XLA bijvoorbeeld. Immunologische ziekte. Daar maak je geen antistoffen. Ja, we gaan een beetje in herhaling vatten. Ja. Het is wel zo dat als mensen veel komen, dan vertellen we nog iets anders. Het is natuurlijk wel zo dat we heel kritisch kijken. En mocht het nou zijn dat is bij onze eigen groep, maar dat geldt voor iedereen aan de tafel, dat er toch nog uitzonderingen zijn. Ik denk, nou, bij jou is het heel bijzonder. Dan kan je, als je het zelf erover zegt, contact opnemen. En anders hebben we dat meestal ook wel terug gedaan. Ook al als experts naar onze patiënten toe. Misschien is het wel goed dat we niet helemaal blind overal op zeggen, ja, het is goed. We denken er ook goed over na. En de SCID, met een functionerend op het niveau 5, na de stamceltransplantatie. Ja, daar geldt hetzelfde voor. Daarvoor heb ik te weinig gegevens nu voor deze mensen om daar zomaar een blind antwoord op te geven. Ik denk dat ze behandeld worden door onze vrienden en collega's in Leiden. Ook dat moet goed met de behandelende arts besproken worden. Het merendeel zal toch weer zijn, ja, we denken dat het kan, maar omdat ik deze casus te weinig inhoudelijk ken, moet je voorzichtig zijn om daar zo blind antwoord op te geven. En even naar de eigen arts gaan om advies te vragen. Dan een laatste vraag over de Kawasaki-ziekte. Dat komt af en toe in het nieuws. Komt die ziekte van Kawasaki al voor in Nederland, Annemarie? Ja, dat is een best ingewikkeld verhaal waar veel weer over in het nieuws komt. Er is nu net weer een nieuwe studie gepubliceerd en die laat zien toch wel echt wel sterke aanwijzingen dat er echt wat aan de hand is. Even Kawasaki, wat is Kawasaki? Dat is een ziekte die heel zeldzaam is.
1 op de 1000 kinderen ongeveer krijgt dat, normaal gesproken al. Wat is het? Het is een ziekte waarbij eigenlijk je afweersysteem je eigen lichaam aanvalt. En dat geeft met name vaatontstekingen, dus bloedvatontstekingen. Dat kan een naarziektebeeld zijn. We kunnen dat wel behandelen. Dus op het moment dat we weten dat het Kawasaki is of iets wat op lijkt op Kawasaki, dan kunnen we dat goed behandelen. Op dit moment zien we dat er veel meer Kawasaki-achtige ziektebeelden zijn onder kinderen dan voor het coronatijdperk. Of het echt door corona komt, dat weten we nog niet. Maar er zijn nu toch echt wel sterke aanwijzingen dat we het vaker zien. Maar let op, vaker is nog steeds heel zeldzaam. Want van die 1 op de 1000 zijn er nu getallen, bijvoorbeeld in Noord-Italië. Daar is een streek waar heel veel corona is geweest. Daar hebben nu 3 op de 1000 kinderen. Dus in plaats van 1 op de 1000 is het 3 op de 1000 geworden. Dus nog steeds heel zeldzame aandoening. Ja. Dus niet iets waar je als ouder nou meteen bezorgd om hoeft. Nee, eigenlijk niet heel meer dan normaal voor het coronatijdperk. Hoe uit het zich? Het is met name hoge koorts en langdurig hoge koorts die nergens op reageert als in een aantal dagen en gewoon een kind wat ziek is, wat niet lekker is. En dat zijn toch de kinderen waar je hulp voor zoekt. Ja. Dus dat geldt eigenlijk niet anders dan voor het coronatijdperk. En dan is het aan ons als dokters om daar goed op te letten en dat te herkennen en te behandelen. Oké, want ik hoor jou ook zeggen, we kunnen het behandelen. Ja, zeker. Dank je wel. Dan een allerlaatste vraag. Kan een gezinslid met vakantie naar Portugal in verband met besmetting van een kind in de risicogroep? Begrijpen jullie de vraag? Het gaat misschien om een broertje of zusje, Annemiek? Sowieso denk ik vakantie naar het buitenland. Dat is voor iedere Nederlander nu een vraag. Het ministerie van Buitenlandse Zaken die zegt op zijn website, wat is veilig, waar kan je naartoe? Ik denk dat we ons allemaal moeten realiseren dat dit virus er is en voorlopig bij ons blijft. En dat per land de epidemiologie kan verschillen. Dat wij in Nederland enorm ons best doen met elkaar om die 1,5 meter te borgen. Om te zorgen dat er niet een tweede golf komt. En dat we, ondanks de beperkingen die er nu zijn, toch weer naar school kunnen. En toch weer langzaam het leven kunnen oppakken en dingen kunnen doen. We weten niet hoe dat in andere landen is georganiseerd. En het kan zijn dat lokaal situatie kan verschillen. En dat lokaal in andere landen ook maatregelen wordt getroffen. Zoals een nieuwe lockdown. Of als je ziek bent dat je daar in quarantaine moet. Dus ik denk dat dat met name echt afwegingen zijn die je zelf moet maken. Oké, dus nog even niet allemaal meteen gaan boeken. Maar dat geldt eigenlijk voor ons allemaal. We gaan afronden. We zijn niet aan alle vragen toegekomen, maar toch wel aan heel veel van de vragen. En ik denk dat we kunnen concluderen dat het antwoord steeds heel erg geruststellend was. Bijna ongelooflijk geruststellend dat zelfs deze kwetsbare kinderen eigenlijk echt geen verhoogd risico lopen op corona. Heel geruststellend. Ik wil jullie allemaal ontzettend bedanken voor jullie bijdrage. En ouders en kinderen, jullie kunnen nog heel even kijken naar een klein filmpje van het Jeugdjournaal, waarin je kunt zien hoe het Helena verging toen zij weer terugkwam op controle in het Sophia Kinderziekenhuis. En mocht je daarna nog vragen hebben, kijk op de website, want daar kun je die vragen zien. De website van het Erasmus MC en het Sophia Kinderziekenhuis. Hartelijk bedankt voor jullie belangstelling en tot de volgende keer. Gaan we een prik in je arm doen? 1, 2. Dat was ze. Het is de eerste controleafspraak voor Helena in het ziekenhuis sinds weken. Ik vind het fijn dat ik weer naar het ziekenhuis kan gaan om te controleren hoe het met me gaat. Of ik misschien nog een medicijn moet krijgen of we medicijn kunnen afbouwen. En ook om bloed te prikken, om gewoon puur gewoon controle nu. Zo, dat was hem alweer. Helena heeft de ziekte van Henoch-Schönlein. Bij die ziekte is het zo dat het lichaam onnodig heftig reageert op bijvoorbeeld een bacterie die binnengedrongen is. Zo. Volgende stap. Er ontstaan pijnlijke rode vlekken en ook kan ze last krijgen van bijvoorbeeld haar buik. Ja, het is gewoon heel vervelend en pijnlijk en ik word ook misselijk door die ziekte af. Een paar keer was het zo erg dat ze in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Die kant op toch? Daarom is het belangrijk dat ze regelmatig wordt gecontroleerd. Mag je alvast je schoenen mag je uitdoen? De afgelopen weken was het wel mogelijk om naar het ziekenhuis te gaan als je dringend hulp nodig had, maar dus niet voor controles. Dokters en de verpleegkundigen en de operatieassistenten
die moesten werken bij de volwassenen met corona, omdat we ontzettend veel coronapatiënten hadden. Dus daardoor konden we minder operaties bij kinderen ook doen. Maar nu er dus minder volwassenen met het coronavirus zijn, kunnen de normale afspraken weer doorgaan. Ik kan me voorstellen dat als je zelf niet een goede gezondheid hebt, dat je dan liever niet naar plekken gaat waar er ook mensen kunnen zijn die ziek zijn. Ja, dat begrijp ik heel goed. En we horen ook van heel veel ouders en kinderen dat ze het spannend vinden om naar het ziekenhuis te gaan. En dat begrijp ik heel goed. Want je hoort natuurlijk dat hier overal patiënten met corona liggen. Maar daar kan ik echt heel duidelijk van zeggen, nee, dat is absoluut veilig. Het ziekenhuis heeft ook extra maatregelen genomen. Ze proberen ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk mensen in het ziekenhuis zijn. In de lift mogen er maar 2 mensen staan. Aanraakschermen worden steeds schoongemaakt. En natuurlijk altijd 1,5 meter afstand houden. Ook zijn er overal in het ziekenhuis looproutes. Oh, dat is geen uitgang. Zodat mensen elkaar zo min mogelijk tegenkomen. Die kant. Helena heeft haar laatste afspraak bij de kinderarts. Die gaat kijken of de testuitslagen goed zijn. Hoe gaat het met de benen? Het gaat wel goed. Hoewel de controles niet altijd leuk zijn, is Helena toch blij dat ze die weer krijgt. Ja, en het gaat nu best wel oké met me. En dat vind ik wel fijn om te weten. Zie ik je over 2 maanden en dokter Kamphuis over 4 weken.